Sinds ons afgelopen video hebben wij heel veel vragen bekomen. En een van die vragen is van Rainer. Hij vroeg hoe het weer nu eigenlijk is. De afgelopen maanden hebben wij flink veel regen gehad, omwege de regentijd. Maar nu wordt het echt beter. En wij verwachten nu tot volgend jaar mei elke dag tussen 25 en 30 graden te hebben. Nou, wij zitten nu hier lekker in ons tuin en het is lekker rustig. Ja, dat was vorige week wel anders. Toen liepen er hier ineens vier hele dikke grote koeien rond die de hele dag in de tuin het gras stonden te eten. Die zijn afgelopen maandag geslacht en in stukjes gehakt en elke werknemer kreeg een stuk koe. Dus wij hebben ook een flink stuk koe gekregen. Het heeft met het nieuwe jaar te maken. Dat is een traditie hier, dat iedereen een stuk vlees krijgt. Nieuwjaar is hier op 11 september en het heeft met de Ethiopische kalender te maken. En ja, nu is de 13e maand afgelopen en daarom hebben wij nu gelukkig nieuwjaar gevierd. En nu gaan we aan de stad en dan laat ik jou zien waar die lokale mensen zich hier vlees kopen. Ik sta hier nu bij een lokale slager. Normaal gesproken hangt hier een halve koe. Vandaag is er niks omdat vandaag een feestdag is. En de meeste mensen eten dat vlees dan niet gewoon gebakken van de barbecue, maar gewoon rauw. Dat is dan een heel bijzonder snackje hier ofzo. Matthias en Petra, jullie hebben ons gevraagd waar we zondag naar de kerk gaan. Dat zullen we nu ook even laten zien. Dit is het terrein van onze kerk. Het is nu woensdag, dus er is verder niemand. Maar hier gaan we zondag naartoe. En dit is de zaal. Passen genoeg mensen in. En helemaal prima. Hier komen elke week zo'n 70 tot 100 mensen ongeveer. Het is ook lekker in Afrika dat je dan gewoon naar binnen kan lopen. Dan nog één ding, Marianne, jij vroeg je af waar we wonen. Nou, inmiddels zijn we van dat fantastisch mooie huis wat je net zag naar een ander heel mooi huis verhuisd. Maar daarover volgende keer meer.